Hey, hallo, het is Rolf hier van Happy with Yoga. Leuk dat je naar deze video kijkt. En in deze video wil ik het met je hebben over mediteren aan het einde van je yoga practice. Waarom is het zo belangrijk? Als je teruggaat naar een van de meest gangbare definities van yoga, die is van Patanjali uit de Yoga Sutras. En daarin zegt hij eigenlijk yoga is citta vritti nirodha. Dat is Sanskriet en dat betekent eigenlijk yoga is het kalmeren van de fluctuaties van de geest. Dus yoga is het kalmeren van de gedachtenstroom, van dat constant maar doormalen, piekeren en alles. En dat helemaal tot rust brengen, zodat er eigenlijk pure stilte is. En dat heeft ontzettend veel voordelen. Alleen is het zo dat als je heel vaak gaan we naar een yogales en die duurt een uurtje. We doen al onze fysieke houdingen, wat ontzettend goed is voor ons fysieke lichaam, onze gezondheid en onze energie. Alleen wat er vaak gebeurt is dat we vergeten te mediteren op het eind. Terwijl dat eigenlijk het uiteindelijke doel is waar je naartoe werkt om al die voordelen daarvan te ervaren. Dus eigenlijk is alles wat je doet tijdens een yogales is een voorbereiding op het mediteren. Zodat we goed kunnen zitten, stil kunnen zitten, geconcentreerd zijn en zodat we geen fysieke pijntjes meer in ons lichaam hebben. Maar wat we vaak doen is, we doen al die moeite, we verzorgen ons lichaam, we zijn in beweging en uiteindelijk gaan we dan weer naar huis. Dus we vergeten eigenlijk te mediteren. En dat is een beetje hetzelfde als een hele lekkere maaltijd voor jezelf maken, alleen hem vervolgens niet opeten. Dus als je zo'n lange yoga practice doet, je staat inderdaad een uur op de mat en je bent aan jezelf aan het werk en je zorgt voor je lichaam en je probeert het in beweging te brengen. Neem dan ook nog eens op het einde 5 minuutjes de tijd om stil te zitten en te mediteren. Want het heeft zo ontzettend veel voordelen. Er zijn de afgelopen jaren bijna 1000 onderzoeken bijgekomen die de voordelen van mindfulness en meditatie aan hebben getoond. En dat het helpt tegen stress, dat het helpt om meer helderheid te krijgen, zodat we beter weten wat we willen in het leven. En het helpt allerlei processen en functies van je brein helpt het verbeteren, zodat we creatiever kunnen zijn, beter kunnen nadenken, betere beslissingen kunnen nemen. En dat we beter in staat zijn om ons leven de richting op te sturen die we willen. En dat komt allemaal door een meditatiepractice en ook belangrijk daarbij is een consistente meditatiepractice. Dus dat we dat op regelmaat beoefenen. Dus als je je yoga practice doet voor een uurtje, of misschien wel heel veel korter, ook als is het misschien maar 10 minuten of 20 minuten, zorg dat je ook die 5 minuutjes de tijd neemt om ook te mediteren en voor je mind te zorgen en alle voordelen die daarbij komen. Goed, hopelijk heb je er wat aan. Als je meer tips wilt van ons YouTube kanaal, abonneer je even op ons kanaal, is helemaal gratis. En ik zie je graag terug in een volgende video.